Misschien ben ik wel de nieuwe trendsetting. Waarom zou je vlees eten? Ja, ik denk dat het meestal omdat het gewoon lekker is. Ja, maar ik eet liever eigenlijk al geen vlees. Dus ja. Nee, ik niet. En jij dan? Waarom zou je dan vlees eten? Omdat het lekker is? Alleen smaak? Ja, maar als ik nu tegen mijn moeder zou zeggen, ja, ik eet geen vlees meer, zou ze me aankijken van... Je eet het maar. Maar dat hou je ook niet vol, omdat ik vind het wel lekker om te eten. En als ik zou zeggen, ja, ik word vegetarisch. Waarom, Marlie? Waarom? Weet je? Ja. Is smaak dan? Is het dan puur smaak of is het ook de mening van je moeder? Ja, ik denk ook de mening van mijn moeder. Ik bedoel, ik wil best proberen vegetarisch te worden, maar ik weet niet... Of mijn moeder dat zo leuk gaat vinden. Nou, weet je wat het is bij mij? Ik wil niet vegetarisch worden. Maar als mijn moeder zou zeggen van... Ik wil alleen kip voor je klaarmaken, dan vind ik het prima. Want ik wil niet varkensvlees, koeienvlees zo. En waarom wel kip, maar geen... Ik weet het niet. Nee, echt kip. Niet. Is dat alleen smaak of is dat... Dat denk ik dan wel. Ja, wat is belangrijker? Moreel en ethics? Of economie? Moreel. Ja, ik zeg ook moreel, maar ik hou meer van de economie. Waarom? Ik weet niet. Ik ben zelf ook ondernemend en je wil gewoon geld verdienen. Oké, maar heb je überhaupt nog wat aan het geld wat je verdiend hebt als in... Hebben jullie Netflix toevallig? Ja. Oké. Kan ik heel erg aanraden om Cowspiracy te kijken. Cowspiracy is niet Conspiracy, maar echt Cowspiracy. En het gaat over het ecologisch standpunt. En daarin zeggen ze ook dat de zee en de oceaan is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor zo'n 80% van de zuurstof en de CO2 die wij dus inademen nu. Ja. En dat als wij dode zeeën hebben, dan zou er dus ook geen zuurstof meer geproduceerd worden. En als we zo doorgaan zoals we nu doorgaan met de massaproductie van vlees, waarbij het jaar 2040 dode zeeën hebben. Dus je kan nog zoveel economisch welvaart hebben. Ja, dan kun je niet leven uiteindelijk. Precies, als over 15 jaar de zeeën dood zijn. Ja, het gaat tegenwoordig alleen maar om geld verdienen. Hoe meer geld, hoe beter. Zeg maar. Maar is het ook niet zo dat er dan weer voor die dode zeeën plaatsvervangende iets komt? Het heeft toch te maken met de ecologie? Dat evolutie, ook met planten en dingen... Gaan meer zuurstof uit de lucht pakken of zo, weet ik veel. Nou ja, kijk, in principe, de bomen zouden ook zuurstof moeten... De regenwouden zijn de longen van de aarde, in principe. Die ademen CO2 in en die ademen zuurstof uit, in principe. En door de veeteeltindustrie, wat verantwoordelijk is voor meer dan 90% van de ontbossing van de regenwouden... per seconde hakken wij één voetbalveld om... Dus ja, als de zeeën doodgaan, de regenwouden worden verwoest... Dan heb je niks meer aan je geld. Dan heb je niks meer aan je geld. Nee, dat klopt. Nee. Is dat alleen smaak of is dat... Dat denk ik dan wel. Dat heeft niks te maken met gevoel voor de dieren. Dat is puur smaak. Nee, je denkt er niet bij na. Nee, het zijn moeilijke vragen, hè? Het zijn moeilijke vragen, ja. Je eet het. Je eet het. Je denkt er niet echt bij na. Ja. Omdat het vanuit onze cultuur komt. Ja. Voornamelijk. Maar iedereen eet het. De meeste. Je groeit ermee op. Je eet het al zo lang. Maar omdat het dan normaal is, betekent dan dat we dat ook moeten doen? Nou, nee. Ik weet niet. Nee, we hoeven het niet te doen. Het hoeft niet. Is cultuur belangrijker dan moreel? En wat goed en slecht is? Is cultuur daardoor belangrijker dan... Moeilijke vraag zijn. Ja, ik weet het niet. Maar mijn mening is gewoon, als je vegetarisch wil zijn... Moet je het gewoon doen. Ja. Dus het is dan een persoonlijke keuze? Ja. Dan heb je niks meer aan je geld. Nee, dat klopt. Dan had je net zo goed daar wat aandacht te kunnen besteden in plaats van geld te verdienen. Ja, precies. Dat is ook een beetje de reden waarom ik hier nu sta. Om een beetje een bewustwording te creëren. Want bijna niemand denkt over deze dingen. En dan moet je ook niet de hele dag erover denken. Maar om af en toe een keer eraan te denken is niet een heel slecht... idee, denk ik. Nee. Ja, als je steeds verder gaat denken, zie je alleen maar problemen. Die problemen die kunnen opgelost worden, maar ja, uiteindelijk komt er toch wel een keer een einde aan. Ja, dat, dat zal ooit een keer gebeuren. Maar ja, is het jouw bedoeling om dat nu te doen? Of als jij een bijdrage zou kunnen leveren aan dat systeem? Als ik een bijdrage zou kunnen leveren aan het systeem, dat zou ik dat zeker wel doen. Nou, dat is in principe geen vlees of geen dierenproducten gebruiken. Want jouw stem bepaalt hoeveel productie de boeren en de
de melkboeren en al dat soort mensen, dan vervolgens weer gaan gebruiken voor het volgende productieproces. Dus als je dat vanaf het ecologische standpunt bekijkt, zou je dat motiveren om minder dierlijke producten te gaan gebruiken? Nou, ik zou dan zeggen, ga het verminderen en kijken wat de markt doet. Ja. En ja? Wel met meerdere personen, zeg maar, stoppen dan met vlees eten. Als je in je eentje stopt, dan denk ik niet dat het super veel zin heeft. Nou, er moet één iemand beginnen. Ja, maar ja. Er moet één iemand beginnen. En waarom zou jij dat niet zijn? Ja. Nou, dat of jij? Dat is een moeilijke, hè? Nou, ik denk dat mij te weinig daarvoor interesseert, zeg maar. Om als eerste geen vlees meer te eten. Misschien ben ik wel de nieuwe trendsetting. Kan het een persoonlijke keuze zijn als een ander zijn leven moet beëindigen voor jou om deze keuze te maken? Nou, oeh. Huh? Oké. Nee, dat weet ik niet. Kan je zeggen, het is een persoonlijke keuze voor mij om hondenvlees te eten? Want als je dat wil eten, dan is het een persoonlijke keuze. Maar heeft de hond dan geen keuze? De hond kiest niet in dit geval, toch? Nee. Als jullie zouden mogen kiezen tussen een mens doden, een dier doden of niemand doden, wat zouden jullie kiezen? Niemand doden. Ja, niemand. Nee, niemand. Nou, dat is in principe veganisme en die keuze kan je elke dag maken. In een andere vorm. Als je zelf kan leven en je kan een mens doden, een dier doden of niemand en je gaat zelf dood, dan zou ik voor het dier gaan. Ik ook, absoluut. Veganisme wil niet zeggen dat jij er komt een beer op je aflopen en je zegt, yo dude, I'm vegan. Ik bedoel, het is nog steeds, maar in deze situatie, kijk, vroeger de traditie was, we hadden vlees nodig. Op het moment dat we vuur hebben gekregen in onze wereld, zijn we vlees gaan eten, omdat het gewoon hele hoge calorieën inhoud heeft en jou heel snel kan voeden op een hele snelle manier in principe. Ja. En op een gegeven moment zijn we ontwikkeld en zijn we het zelf zo gaan industrialiseren. Dat woord goed zeggen. Dat we het nu op zo'n massaschaal doen. Dat we per jaar 80 biljoen dieren, en dan praat ik niet over vis, want vis dat gaat echt in de triljoenen. Ja. Gewoon de dieren, de kippen, de varkens en de koeien bijvoorbeeld. 80 biljoen dieren per jaar op laten groeien en afmaken. Ja, dat is niet meer een normaal natuurlijk systeem. En nu zijn we zo ontwikkeld dat de agricultuur qua groente en fruit ook zo ontwikkeld is. Dat we zoveel keuzes hebben en de technologie en de science is nu zo ontwikkeld dat we nu zelfs, bijvoorbeeld in Amerika is er elk jaar een wedstrijd wie heeft de beste burger. Ja, dat de beste burger van Amerika is zelfs een veganistische burger, een plantaardige burger. Met de textuur, met een beetje dat bloed van plantenachtig textuur iets. Ik heb hem zelf nooit gegeten, maar... En er was iets van gekloond vlees of zo? Ja, er komen telkens meer van dat soort dingen ook. Het is nu super meat en dingen, maar dat is allemaal nog in ontwikkeling. Daar zijn ze nog mee bezig. Ja, en dus daardoor is het ook duur. En de mens die heeft niet het geld ervoor over om die duurdere producten te kopen. Die biologische producten. Die overigens ook niet allemaal goed zijn, maar... Nee, precies. Maar dus veganisme zou heel duur zijn vanuit jou. Nou, het zou niet heel duur zijn. Je zou een uur in de supermarkt rond kunnen lopen en dan heb je 10 producten. Zo denk ik er dan over. Nou, dat is de eerste week, is dat inderdaad zo. Ja, in de eerste week, tenzij je bij de verse, pure, weet je, de aardappels, de groentes, de fruit, al die dingen. Op het moment dat jij koekjes gaat kijken, ja, dan moet je echt zoeken en echt achterkanten gaan lezen en dat soort dingen. Maar als jij gewoon de pure producten zou eten, dan is dat heel makkelijk. En die pure producten zijn vaak ook veel goedkoper dan vlees en vis en dat soort dingen. Ja, zeker. Maar kan het een persoonlijke keuze zijn als iemand anders daarvoor moet lijden? Nou, ja, het kan alsnog een persoonlijke keuze zijn. Ja, dat denk ik ook. Maar het is niet een... Wat ik bedoel te zeggen is het een persoonlijke... Kijk, het is voor mij een persoonlijke keuze om hier vandaag te staan. Ik kies daarvoor en ik beïnvloed niemand daarmee. Dat noem ik een persoonlijke keuze. Ik beïnvloed niemand ermee. Beïnvloed ik ook niemand als ik zeg ik wil hond eten? Dan zou ik die hond toch beïnvloeden? Ik maak de keuze voor de hond, of voor de koe, of voor de kip, of voor de... Ja, voor wat dan ook. Eigenlijk maak je het wel. Ja. Eigenlijk maak je wel de persoonlijke keuze voor hun. Ja, dus is het eigenlijk... Kan je geen persoonlijke keuze maken om een anders leven te beëindigen om dat te eten? Ja.
Nee. Hebben jullie ooit over dit soort dingen nagedacht? Nee. Ja, op school wel eens, maar dat is het. Ja, en wat denk je dan nu? Nu je erover nadenkt en nu je met mij erover hebt gesproken. Ja. Wat zijn je gedachten op dit moment? Zou je vleesconsumptie kunnen stoppen? Zou je veganistisch kunnen worden? Nee. Of vegetarisch? Of... Nee, ik denk het niet. Ik denk dat als ik een week geen vlees eet, dat ik het daarna ook wel ga missen dan. Want okay, als mijn moeder het gewoon koopt blijven eten, en voor mij dan een veganistische burger haalt of zo, dan dat ik het dan gewoon ga missen hoor. Ja. Dan mis ik het vlees. Ik denk dat we gewoon nu na dit gesprek, dat denken we er even over na. Maar ik denk dat als we vanavond bij het eten zitten, dat we het gewoon weer eten. Wat houd je tegen? Ja, niks eigenlijk. Ja, geen idee. Dat het ook wel standaard is als je thuis avond eet, dan is het altijd vlees erbij. Altijd. Nou, dat denk ik niet hoor. Okay. Alleen van de tofu altijd gebeuren. Wij eten altijd vlees. Altijd vlees bij het eten. Wat zou je stoppen om een veganistisch lifestyle aan te nemen? Wat ik dan zou stoppen met eten? Hey, wat zou je stoppen? Waarom zou je het niet doen? Oh, waarom zou je niet vegan... Oh, ja. God. Weet ik niet. Ik heb echt geen idee. Oké, nou, dat is in ieder geval interessante materie om over na te denken de komende uren. In dit geval, tot avondeten waarschijnlijk. Ja. En nou ja, dat was het eigenlijk. Dankjewel. I agree, as well. Yeah. But still... And I'm counting my days when I can eat meat or not. So you're actually the third person I run into now that...